Waarom kun je door blijven eten terwijl je eigenlijk al vol zit? Dit is de Universiteit van Nederland. Mensen, dit is wat er over is van de soesjes. Ik hoop dat jullie ze lekker vonden. En ik moet bekennen dat ik stiekem een experimentje met jullie heb gedaan. Ik heb jullie een loer gedraaid, ik heb jullie verleid. Ik wil u een vraag stellen. Denk even goed na bij jezelf als je een soesje hebt. En ik eerst, wie heeft er een soesje genomen? Kijk, oh toch een heleboel mensen niet, een heel kritisch publiekje. Oké. Ik zou er wel in hebben, maar van tevoren moet ik dat niet doen natuurlijk, dan al die slagroom en zo. Maar ik had er best één kunnen nemen. De mensen die zo'n soesje hebben genomen, denk eens naar, waarom heb je dat soesje genomen? Probeer eens voor jezelf na te denken, waarom heb je een soesje genomen? Ik kan mij voorstellen dat de meeste mensen zullen denken, zou ik ook denken, ik vond het gewoon heerlijk, ik vond het lekker, ik had gewoon zin in een soesje. Hè? Ik had trek in een soesje. Nou, andere vraag aan jullie. Voor wie van jullie is het langer dan een week geleden dat je of een soesje of taart hebt gegeten of ijs hebt gegeten? Langer dan een week geleden. Voor wie is het langer dan een week geleden? Oh, kijk eens even, we hebben een heel kritisch, bewust publiek hier. Heel goed. Oké. Nou, voor de mensen die een soesje hebben gegeten, dat zijn toch wel, ja, laten we zeggen, staan meer model voor de gemiddelde Nederlander, moet ik zeggen. Wat je hebt gedaan is zogenaamd hedonisch eten. Hedonisch eten is eten gewoon voor het plezier. En wat ik jullie vanavond ga vertellen, dat hedonisch eten echt heel veel voorkomt. Wij eten heel vaak niet omdat wij echt honger hebben, maar meer omdat we gewoon genot willen, plezier willen. En ik zal jullie ook vertellen dat in onze hersenen hotspots, plekjes zitten, dat noemen we hedonische hotspots, die ons belonen. De biologie beloont ons om lekker te eten, om dingen te eten die misschien eigenlijk niet zo goed voor ons zouden zijn. Nou, eventjes iets over calorieën. Zo'n soesje, daar zat ongeveer 85 kilocalorieën in. En ik heb hier ook iets van... Dit is ongeveer 3 soesjes. 2 komkommers en een lekker bosje selderij. Dit is ongeveer een appelpunt. Hè? 200 kilocalorieën. Wel even voor het idee, hè, in zo'n soesje, 85 kilocalorieën, 3 soesjes, ongeveer een half ontbijt. Hè, 3 soesjes, misschien 1/10 van de energiebehoefte van een man. Hè. Daar zat natuurlijk niks in. Hè. Ja, soes, slagroom, suiker. Hè, maar er zaten geen nutriënten in. Dus dat is wel even een beetje de moraal van het verhaal. Ook alvast even een disclaimer. Ik sta hier ook niet om uw plezier te vergallen en lekker eten. Lekker eten is heel biologisch voor ons, is heel erg belangrijk voor ons. Wij zijn gemaakt om lekker te eten. De biologie beloont ons. Alleen, de biologie werkt een beetje tegen ons, want wij zijn eigenlijk niet gemaakt om taart te eten. Dus ik hou ook niet zo van die voedingsdominees, die voedingsgoeroes zeggen van, gij zult dit niet eten, gij zult dat niet eten. En dat is eigenlijk al heel lang bekend, want eigenlijk ook in de tijd van Hieronymus Bosch, die kent u misschien, die schilder binnenkort in Den Bosch, een hele mooie tentoonstelling. De 7 hoofdzonden, en daar staat hij. En daar staat de gula, oftewel de vraatzucht. Dus dat men zich zondig zou kunnen voelen na het eten van veel dingen, dat is op zich wel bekend. Maar nog eens, dat is niet waar we heen willen. Ik denk niet dat we moeten zeggen van, je mag dit niet en je mag dat niet. Nou, dit college gaat over eten en waarom wij soms niet kunnen stoppen met eten. En eten, eetgedrag, is een hele lastige wetenschap. En eigenlijk zijn er heel veel wetenschapsgebieden die zich daarmee bezighouden. Het is heel multidisciplinair. Ik ben een bioloog, dat werd al gezegd, ik ben bioloog en farmacoloog. Dat betekent, ik kijk heel erg naar stofjes, naar fysiologische processen, waarom gebeurt iets. Maar dat wil niet zeggen dat een heleboel andere dingen misschien niet veel belangrijker zijn. Als je kijkt, wie houden zich met voeding bezig? En dan denk je bijvoorbeeld sociologen, psychologen. Hè, hoe zit het met de omgeving? Hoe zit het met de sociaal-economische status? Opleiding, vertrouwen, emoties. Allemaal heel erg belangrijk. Ga ik het vanavond niet te veel over hebben. Ik wil het vooral hebben over de biologie. En daarvoor gaan we eerst een stukje terug naar de evolutie. Naar de survival of the fattest. Ja, u kent hem in een ander verband, hè? Maar we gaan het over de survival of the fattest hebben.
Misschien heeft u wel eens gehoord van het paleo-dieet of het oerdieet. Dat zijn mensen die wat dieet betreft heel erg zeggen, we moeten terug naar die evolutie. Nou, er is heel veel discussie over. Ik ben het ook niet altijd eens met wat daar gezegd wordt. Dan krijg je soms ook een discussie van, wanneer aten wij voor het eerst granen? En zijn granen nou goed of niet voor ons? Maar ik denk als bioloog wel dat we wel moeten kijken naar het bouwplan van de mens. Naar de ontwikkeling van de mens. En wij denken dat de mens ongeveer 160.000 jaar bestaat. Dat wij sinds ongeveer 10.000 jaar, kan een jaartje tussen zitten, landbouw en veeteelt bedrijven. Dus de eerste 150.000 jaar liep de voorouders over de steppen, waren een beetje dingen aan het verzamelen, hè, jager-verzamelaars. En de ene keer was het sprinkhaan, de volgende keer was het vis. We aten wormenknollen, dingen die ons naar beneden kwamen. Maar er zat niet zoveel systematiek in waarschijnlijk. 10.000 jaar geleden ongeveer zijn we gaan landbouw gaan bedrijven en we eten pas 40 jaar taart. Nou, misschien sommige mensen die heel rijk waren eerder, maar wij zijn dus niet gemaakt om taart te eten. Want onze genen, ons gestel is eigenlijk niet elementair veranderd. Klein beetje misschien, maar niet elementair. Dus als je kijkt, hoe zitten wij in elkaar? Wij zijn omnivoren, duidelijk. We hebben een darmkanaal wat is ingericht voor een langzame vertering. We zijn waarschijnlijk ontwikkeld om goed te kauwen. En we zijn ontwikkeld als survival of the fattest. Want daar zat je in je hutje, 100.000 jaar geleden. En dan kwam papa thuis met een maaltje sprinkhaan. En dan moest je dat snel opeten, want er waren nog een heleboel andere kinderen. En het kon zijn dat je de volgende dag gewoon niks te eten had. Dus wij zijn biologisch ontwikkeld om veel te eten, zoveel mogelijk. Om veel te stapelen. En wij worden beloond voor calorieën. Want calorieën waren zeldzaam. Maar nu niet meer natuurlijk. Hè? Dus daar komt dat survival of the fittest. Wat vettest vandaan. Nou, wat is er op dit moment? Loopt daar Amsterdam. Helemaal geen jager-verzamelaar meer. Overal calorieën. Overal verleiding. Suikers, vetten. Alles komt op ons af. En die biologie, die werkt dus tegen ons. En in plaats van dat slow food, wat we eigenlijk, waar we eigenlijk voor gebouwd zijn, dat langzaam binnenkrijgen, dat goed kauwen, goed moeten kauwen waarschijnlijk, waarschijnlijk ook stoffen veel later in ons darmkanaal worden opgenomen, ja, dat geldt niet meer. Hè? Voor we het doorhebben, hebben we het al binnen. Dus wat gebeurt er eigenlijk als wij iets binnenkrijgen? Nou, ik neem zo'n hapje taart en ik krijg eigenlijk, nou, taart lekker snel, hup, naar binnen. Hè? Dat wordt opgenomen in een stuk darm, wat eigenlijk niet bedoeld is om dat soort stoffen op te nemen. Nou, even kijken, wat gebeurt er precies als ik een stukje taart in mijn mond krijg? Wat zou er moeten gebeuren? Nou, wat we denken, dat is een zogenaamde cefalische respons. Dat is het gedrag wat we hebben, of onze reactie, als wij iets proeven, iets ruiken of iets voelen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt ons lichaam voorbereid om te gaan verteren. Ons darmkanaal wordt voorbereid, allerlei systemen worden aangezet om te kunnen verteren. Als je een hele snelle hamburger neemt, dan wordt die cefalische respons waarschijnlijk voor een groot deel omzeild. In ieder geval veel te kort. Wat we in ieder geval weten is dat die cefalische respons ontzettend krachtig is. Er zijn zelfs proeven gedaan waar ze wielrenners suiker hebben laten spoelen in de mond en hebben laten uitspugen. En dan presteren die wielrenners duidelijk beter dan als ze dat niet hebben gehad. Dus alleen al de reactie in die mond is enorm krachtig. Nou, dan hebben we natuurlijk onze smaak. We reageren op onze smaak. En we leren van onze smaak. Een van de dingen die wij leren is dat waar zit energie in? We zijn daar deels op voorbereid, maar deels leren wij dat ook. En dat is natuurlijk ook weer een gedrag wat eigenlijk misschien weer niet goed voor ons is. Want wij vinden dingen lekker waar calorieën in zitten. Heel interessant is dat wij nog steeds onbewust, dat hebben mijn collega's in Wageningen uitgevonden, dat we heel onbewust ook dingen kunnen sensend kunnen voelen die we eigenlijk waar we eigenlijk onbewust van zijn. Bijvoorbeeld, geef je mensen heel weinig eiwit voor een bepaalde tijd, dan gaan mensen onbewust, als ze keuzes krijgen, gaan ze kiezen voor eiwitrijk voedsel. Dus ook weer die biologie, die dwingt ons dan, in dit geval, de goede kant op om eiwit te eten. Nou, als we nou aan het eten zijn, dan raken we verzadigd. Hoe komt dat? Eten komt in onze slokdarm, in onze maag, in onze darmen. En dat wordt herkend door cellen. Er zitten allerlei cellen in onze darmen. Die herkennen die moleculen, die bouwstenen van het eten. Die geven stoffen af. Die stoffen worden onder andere door een zenuw, de nervus vagus, worden die naar de hersenen geleid.
de signalen. Of ze gaan in het bloed ook naar de hersenen. En de hersenen registreren wanneer er genoeg gegeten is. Dat is één ding. Daarnaast wordt ook door middel van REC-receptoren wordt gekeken van ja, hoe vol we zitten. Dat systeem van verzadiging is heel belangrijk. Want dat zorgt ervoor om op een gegeven moment te zeggen van oké, het is wel genoeg. Een van de problemen waar we mogelijk mee kampen is dat dat systeem op dit moment niet meer helemaal goed aangestuurd wordt. Omdat het op de verkeerde plaats als het ware gestimuleerd wordt. Omdat wij te snel eten, omdat wij te licht verteerbaar eten. Nou, dan die beloning. Die hedonie. U wordt beloond voor het eten van een lekker taartje. En dat komt, hebben we inmiddels gevonden, door bepaalde delen in je hersenen. Daar zit het limbisch systeem, dat zit midden in die hersenen. Daar zitten hotspots, bepaalde delen. En die zijn verantwoordelijk voor het plezier, lekker, het gevoel, hedonie. Hedonic hotspots. En daar zitten allerlei boodschappenstoffen in, serotonine, dopamine. En die hedonic hotspot, hier zie je ze bij de rat. Daar zitten van die centra die ervoor zorgen, en zitten boodschappenstoffen die ervoor zorgen dat dat signaal wordt vertaald van, hé, dat is lekker. En wij reageren extra op calorieën. Dus eigenlijk kunnen we er niks aan doen. Nou, we kunnen er wel wat aan doen, maar we strijden in een aantal opzichten tegen onze eigen biologie. Nou, daaraan gekoppeld is vaak de vraag van, ja, kunnen wij ook verslaafd raken aan eten? Nou, tot een aantal jaren geleden, jaren 5 geleden, zeiden we, nee, verslaafd aan eten bestaat niet. Want dan had men, met verslaven had men het idee van, ja, heroïneverslaving en alcoholverslaving. Hè? Van als je stopt, dan krijg je een heftige reactie en dat krijg je niet bij eten. Maar het wordt steeds duidelijker dat je wel degelijk verslaafd kan zijn aan bepaalde vormen van eten. En met name weer calorieën, met name weer snelle calorieën, suiker, misschien vet. En dat is een ander soort verslaving, wordt wel eens vergeleken meer met gokverslaving, met winkelverslaving, weet je wel, de mildere vormen. Maar wel degelijk lijkt het zo te zijn, en laatste studies laten ook zien dat bijvoorbeeld mensen met overgewicht, dat de hersenen daar zich toch langzaam wat zijn aan het aanpassen, aan signalen die komen vanuit de darm. Dus dat die mensen inderdaad op een gegeven moment niet meer kunnen stoppen. Dus er is wel zoiets met als eetverslaving. Nou, terug naar het antwoord op de vraag. Waarom blijf je dooreten? Nou, deels ligt dat het ligt eigenlijk vooral in onze biologie. In eerste instantie. Wij zijn born to eat. Wij zijn, even oneerbiedig gezegd, vreetmachines. Dat klinkt heel oneerbiedig. Wil niemand beledigen. Maar onze biologie zegt van eten, eten, eten. Want voorlopig kan elke maaltijd je laatste zijn. We worden getriggerd, we worden beloond en we worden gestimuleerd. Het vervelende is dat we ook allerlei backup systemen hebben. Dus de farma heeft aan alle kanten, daar ga ik het in een volgend college over hebben, heeft aan alle kanten geprobeerd te zeggen van nou, als we nou eens bepaalde dingen proberen uit te schakelen, gaan mensen misschien minder eten. Maar dat blijkt in de praktijk ontzettend lastig te zijn, omdat we allerlei reservesystemen hebben. Het is makkelijker om iemand meer te laten eten dan om iemand minder te laten eten. Nou, in het volgende college ga ik verder op waarom, waardoor komt het nou? Waardoor word je nou, waardoor krijg je die kick? En dan gaan we het hebben over een oude bekende, namelijk over cannabis.